We hebben het over afstemmen en over schrijven en ik doe dat heel vaak en heel veel. Ik vind dat heel erg leuk en dan ontstaan er heel veel leuke dingen en dan ga ik creëren en dan denk ik op, wanneer hebben we nou tijd voor klanten? Dus ik zat echt onderweg te denken van ja, hoe kan ik dat nou zo leuk mogelijk maken? Of die er tussendoor. Ja, ik zit een beetje met mijn planning te klooien de laatste dagen. Ja. Ook nadat jij hebt gezegd van ik doe alle klanten op één dag. En toen dacht ik, oh, vind ik helemaal niks. Aan de laatste dagen denk ik van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Dat ik net tussendoor net niet genoeg tijd heb om fatsoenlijk aan dingen te werken. Dus misschien is het toch wel iets voor mij om alle klanten op één dag te doen. Of ja. Twee dagen te plannen met alleen maar klanten. En dat ik dan alleen maar klanten doe en verder ook helemaal niks. Ja. Ja, wel afstemmen, maar niet creëren, niet geen blog schrijven, geen nieuwsbrief versturen. En dat ik dan nog andere dagen heb om wel alleen maar te creëren. Ja. Dus dat is wel iets. Of heb jij dan nog tips over hoe ik dat mag? Nou, ik herken heel erg wat je bedoelt. Ik heb zelfs gekeken op een gegeven moment van, oh, zou ik dan bijvoorbeeld afspraken met klanten niet op een vaste tijd in mijn agenda zet, maar dat ik gewoon tegen elkaar zeg, oh, we bellen elkaar, weet je. Maar dat werkte ook niet. Het is echt voorbij de taak en kijken naar wat erachter zit. Want ik weet gewoon, als ik naar mijn agenda kijk en ik zie bijvoorbeeld een dag vol gepland, dan denk ik misschien, want er wilde iets anders. Maar ik weet gewoon 100% van de tijd, als ik bijvoorbeeld met jou zit en wij gaan kijken naar jouw bedrijf en naar alles wat je aan het doen bent en ideeën genereren en gave dingen doen, daar worden we altijd blij van. En altijd verzinnen we weer mooie dingen en altijd kun je weer verder daarna. En daar hou ik me altijd gewoon aan vast. Want er is ook wel een tijd, ik zit altijd eigenlijk al wel te stoeien met, ga ik nog één op één coaching doen, zeg maar. En dan neem ik, hè? Nog steeds? Nee, want ik heb gewoon, volgend jaar ga ik gewoon 10 klanten in mijn elite mastermind doen. Die krijgen 2 1-op-1 sessies. En misschien dat ik daarna, ja, als er een heel gaaf iemand voorbij komt en ik wil echt geen nee zeggen omdat ik denk, oh, wat een feest, dan ga ik dat doen. Maar dat is het dan, weet je. Want ik weet gewoon, ik kan ook niet zonder. Want ik word gewoon heel erg blij daarvan. Ja, ik ook. En toch, inderdaad, als jij dat zegt, als ik dan zo'n dag heb met klanten en dan denk ik van, oh ja, dan kan ik niet dit of dat doen. Terwijl ik het wel heel erg leuk vind om met klanten ja. te werken. Dus En er is een aantal voor jou wat perfect zal werken. Want misschien is het van, oh, zoveel klanten op één dag of zoveel afspraken op één dag. Ik weet gewoon, Brigitte, mijn andere coach, die doet 5 sessies per week, max. 1-op-1 klanten. En daar vraagt ze ook gewoon goed bedrag voor. Ja, dat is ook wel iets, maar dat bedrag. Ja, maar dan is dat eerder het probleem. Kijk, dan ga je misschien een ander type rekensommetje maken. Dan denk je misschien, over deze omzet moet ik zoveel klanten. Is je agenda vol en loop je vast? En dat is gewoon, dat is geen goede manier om daar, want dan loop je vast inderdaad. Dus wat is de goede manier? Je stemt je af op je inkomen. Je stemt je af op hoeveel klanten je wil dienen. Je stemt je af op wat een perfect bedrag is om van hun te ontvangen. En dan ga je ervan uit dat inkomen, ja, dat er dan kennelijk andere manieren zijn om dat. En er zijn hier andere theorieën over, hoor. De gemiddelde business coach zal je niet vertellen dat het zo werkt. Die zal met je een concreet rekensommetje gaan maken. Dat is niet hoe ik het zelf doe, want daar loop ik in vast. Kijk, als ik nu moet zeggen van, ik wil deze maand zoveel verdienen en daar moet ik zoveel keer dit voor verkopen, zoveel keer dat. Ja, dan kan ik dag zeggen tegen de flow. Kijk, er zijn wel een paar dingen die ik doe, dat ik alles eruit wil halen wat erin zit. Dus als ik dan toch een event doe, als ik dan toch iets lanceer, dan wil ik ook alles eruit halen wat erin zit, weet je? Dus dat zijn wel wat dingen en een prijs moet gewoon altijd goed voelen. En er zijn altijd manieren om niet je 1-op-1 tijd in te ruilen voor om iemand te helpen.
Er zijn zoveel andere manieren om mensen te dienen door met events, online programma's, workshops, weet je. En er zijn ook mensen die hebben bijna niks in hun agenda staan. Ja, kijk, er is nog steeds veel voor nodig. Er is altijd iets voor nodig. Want kijk, ik was vorige week op dat event van Ilko de Boer. En daar was die Dean Jackson ook. En zo'n marketing, ja, goeroe is zo'n raar woord. Maar hij is echt heel slim met marketing. En hij heeft ook van die 10 regels waar hij naar leeft. En een van die regels was, my passive income exceeds my lifestyle. Dus hij krijgt per maand meer aan passief inkomen binnen dan dat hij... dat hij uitgeeft. En dat is super gaaf, maar dat moet je wel creëren. Ja, precies. Dat moet wel opgezet worden. Dat moet wel allemaal in orde gemaakt worden. En niemand gaat jou zomaar geld geven. Ja. Mensen vinden het toch fijn om te weten van of ik steun iemand ermee. Of het is... ik heb persoonlijk nog geen... individueel recept voor iemand om de lotto te winnen. Dus daar kan ik je niet mee helpen. Nee, dat zou ik me ook wel weer vervelen. Maar een lege agenda waarin ik zelf kan bepalen wat ik doe en wat ik creëer, dat klinkt wel fijn. Maar dat zie ik meer voor in de toekomst. Maar dat is één van de problemen dan. Dat je het in de toekomst zet, ja. De toekomst is toch ook nu? Ja. Alles is nu. Dus als je zegt het is later, dan kom je er niet. Ja, alles is nu inderdaad. Nee, maar ik zal wel eerst moeten creëren nu. Om straks dat passieve inkomen dan wel. Maar je vindt het leuk om te creëren. Ja, je maakt dingen. Je zet dingen neer. Dus hoe kan je die dingen nou zo omzetten en zo gebruiken... dat ze voor je gaan werken en dat ze geld op gaan leveren. Ja, dat proces mag ook wel wat sneller. Nee, in de zin van creëren dat het ook in één keer goed gaat. Want ik doe daar nogal lang mee. Ja, maar nou probeer je het af te dwingen, Edith. Ja. En zo werkt het niet. Je mag zo groot denken als dat je wil. Maar het moet logisch voelen. Het moet als de eerstvolgende logische stap voelen. Het moet haalbaar voelen. Je mag echt, jij mag aannames los gaan laten. Ik moet dit doen om dit te bereiken, dit doen om dit te bereiken, dit doen om dit te bereiken. Want als je leeft vanuit aannames, dan zet je jezelf heel erg klem. Dus wat nou als er allerlei dingen mogelijk zijn die nog helemaal niemand ontdekt heeft, of die nog niemand met je heeft gedeeld dat mogelijk is, dus die je nog niet kan zien. Kijk, en wat nou als jij... Wat nou als het tempo wat je nu hebt gewoon precies goed is? Dat zal de rest van je leven zo blijven. Dit is gewoon wie jij bent, jouw tempo. En dat is gewoon perfect. En wat nou als alles wat je doet, al die dingen die je doet op een dag... dat er manieren zijn dat je daarmee van waarde kan zijn voor andere mensen? En wat nou als jij nog niet kan zien dat andere mensen dat voor andere mensen heel waardevol is... en dat zij... dat je manieren kan ontdekken dat zij jou daar graag geld voor gaan geven. Snap je het nog? Ja. Maar ik moet altijd even loslijpen. Ja. Maarten, van de week heb jij die video voor bij het bezoek bij Ilko uitgezonden. En dat eerste deel had hij een hele goede tip met het indelen van je programma. Ik heb het nu zelf gedaan. Ik doe gewoon 2 dagen coachen. Alleen maar op maandag en dinsdag of op donderdag en vrijdag. Donderdag en vrijdag. En 's morgens is voor mij. Mm-hmm. En 's middags en 's avonds is creatie. En zo heb ik meer sturing en richting gekregen. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ja, moet je doen. Ja, en ook echt als jij een dag vrij inplant... Hou daar ook echt aan vast. En stel jij zegt van, ik heb zoveel klanten. Wat zorgt er dan voor dat je zegt van, ik neem er toch veel meer aan? Of als jij zegt van, dit is wat ik ga doen, dat je toch die andere dingen doet. Wat voor overtuigingen zitten daarachter? Want
ja, wat zit erachter, Edith? Wat zit erachter dat je toch denkt dat je hard moet werken? Ja, maar is het alleen hard werken? Want ik heb zoiets van, als ik 10 klanten in de week zou hebben, dan kan ik ook 10 mensen meer bereiken. Ja. Die in de flow komen en die positiever in de wereld gaan staan. Of ja, dan... nee, tuurlijk. Maar iedereen heeft een ander aantal wat perfect voelt, zeg maar. En vindt andere dingen leuk. Sommige mensen die willen alleen 1-op-1. Andere mensen vinden het juist leuk om met groepen te werken. Sommige mensen willen alleen live. Sommige mensen willen alleen online. Anderen weer een combinatie. Sommige mensen willen alleen diensten. De anderen alleen producten. Er is zoveel verschillende dingen wat je kan doen. En het moet voelen dat het afgestemd is. En het is ook daar weer voorbij de agenda, voorbij de taken. En denken van, ik leef mijn missie. Ik help mensen om die connectie te maken met hun bron en om dat te laten stromen. En eigenlijk is het gewoon kletsen met mensen de hele dag. Dat is wat ik dan zelf altijd denk, weet je. Want het voelt zwaar als je... Stel, ik heb 5 sessies achter elkaar. En ik denk van, oh, ik moet van alles. Ik moet ze helpen om dit te bereiken. En ik moet er zus uitzien. En dit wordt van me verwacht. En dan moet ik ook nog zorgen dat ik er leuk uitzie. En dan gaan ze allerlei dingen over me denken. Of ja, dat heb ik dan nu niet meer. Maar als je dat zou hebben... En vooral met, je moet aan bepaalde verwachtingen voldoen. Hè, mensen, ik moet mensen helpen om... nu een resultaat te bereiken. Of ik moet mensen helpen om... of ik moet ze hiermee helpen. Dat kan heel zwaar voelen. Want als jij denkt van... oh, ik heb afgesproken met mijn beste vriendin. En ja, dat is altijd gezellig. En het is altijd gaaf. Ja, zo kan je ook met je klanten omgaan. En dus ook echt keuzes maken voor jezelf. Ik heb ook zo vaak dingen gedaan dat ik achteraf dacht... oeh, dit was niet optimaal voor wat ik nodig heb. Dit haalt mijn energie omlaag. En dan weet ik dat en dan ga ik dat niet nog een keer doen. Maar het is echt durven kiezen voor jezelf. Zal ik een concreet voorbeeld noemen? Oké, als ik bijvoorbeeld met mensen ben en we maken een kringetje en iedereen gaat door elkaar praten dat haalt mijn energie omlaag. Dat weet ik nu. En dan denk ik, oké, dat kan ik dus niet meer doen. Dus dan moet ik een soort van, ja, zo'n setting hebben. Dat vind ik super gaaf om te doen. En dan kan ik wel denken van, oh ja, maar ja, dan kunnen mensen niet... Als ze dan iets willen zeggen, dan vind ik dat eerst vervelend. En dan denk je, ja, maar hun vonden het wel gaaf. En dan heb je dat gevecht. En dan moet je toch kiezen voor jezelf. Want anders ga je het niet doen. Of je kan het niet veel doen of niet vaak doen. Dus wat is daarvoor nodig? Ja, nee, en ik las van de week ook nog een blog van iemand. En die zei ook van... dat ze weer in die valkuil was gestapt. Dat ze zei van, ik heb zo'n... Hey, ik voel veel, ik hoor veel, ik ben super hooggevoelig. En dan vergeet ik soms dat het al snel veel is. Veel informatie. Het is niet alleen een gesprek wat je met iemand voert. Alles van iemand komt bij je binnen. De hele tijd. Ook al ben je niet eens in dezelfde ruimte. En dat moet je ook... een plek kunnen geven. En die ruimte daarvoor nemen. Maar daarom dacht ik juist dat het verspreiden van klanten door de week wel handig was. Zodat je die ruimte ook hebt tussen klanten en af kunt schakelen. Ja. En je roem van de energie. Ja. En dat kan ook werken. Je moet echt voor jezelf persoonlijk kijken. Echt kijken wat voor jou werkt. Precies, gewoon uitproberen en dan merk je het vanzelf. En je mag bijstellen wanneer je wil. Oké. Who's next? Ik merk dat als ik dan ga afstemmen en ga schrijven, dat er zoveel kracht vrijkomt. En inspiratie, dat ik me helemaal te pletter schrik. En dan weer helemaal weer terugtrek. En dan de vibratie dan weer zo is. En dan, dus ik ga de hele tijd doen dit. En word ik heel moe van. Oké.
Dus je bent je af aan het stemmen en dan voel je, er gebeurt een heleboel en dat overweldigt je en dan laat je het weer los. Ja, wat ik echt eng vind. Want waar ben je bang voor, dat er, wat er dan gebeurt? Het voelt als zoveel kracht. Ja. Ja, ik herken heel erg wat je bedoelt. Ik hoop dat ik het op dezelfde manier interpreteer en anders moet je het maar zeggen. Nu herken ik het, zeg maar. Toen herkende ik het niet. Toen voelde ik me gewoon, ik wist niet wat ik met mijn eigen energie aan moest of zo. En dan ging ik dingen doen om die energie te dempen. Dus ik had mijn verslavingen, mijn drugs, sigaretten, gokverslavingen en zo. Alles om die energie te temperen. Ik zie het veel bij mensen die een hele sterke energie hebben. Mensen die op een podium thuis horen, die ook heel veel andere energieën kunnen dragen. Dat ze geen raad weten met hun eigen energie. En dat is gewoon echt een kwestie van ermee zitten. Accepteren, voelen, het er laten zijn. En het echt gaan praten met die energie van wat heb je dan nodig? Want als ik zeg, wat heb je nodig? Wat zou je graag willen doen? Wat is het eerste wat in je opkomt? Nu? Ja. Rust. Rust. Want vanuit de rust komt er weer iets. Maar ja. Het wordt dan zo. Ja. Een stuiterbal. Nou, niet eens een stuiterbal, maar gewoon zoveel. Ja. Ja, en dan... Ja. En het is echt een kwestie om te leren dat die energie er gewoon mag zijn. En dat die geen uitlaatklep nodig heeft. Je hoeft er niet gelijk op te reageren ook. Het mag er ook gewoon zijn. Ik heb het nog steeds wel eens hoor, dat als ik me zo voel, de eerste, de beste neiging die ik heb, is om mezelf te gaan saboteren. Dan denk ik weer terug aan die keren dat ik bijvoorbeeld achter een gokkast zat. En dan is de neiging weer om dat te gaan doen. Omdat ik dan denk, omdat ik weet dat hielp om mijn energie te temperen. Maar ja, nu weet ik, ik weet gewoon heel erg, ik voel me altijd ellendig achteraf. Dus ik moet het niet meer doen. Maar dan is het echt tegen mezelf vertellen, oké, laat die energie er maar zijn. Laat het maar gewoon zijn. Je hoeft niks. Je hoeft niks van jezelf te verwachten vanmiddag. Ga maar gewoon een rondje rijden. Ga door het bos lopen. Ga iets schrijven. Ga niet... Ja, kijk wat je nodig hebt, zeg maar. En als ik mezelf dat geef en ik kan erin die berusting erin vinden, dan ebt het vaak weg. En dan kom ik weer in de flow. Ja, het is het uberflow. Ja. Overkoken. Ja. Maar ik zie dit ook heel... Heel vaak, het is een soort hele krachtige levensenergie die je dan niet genoeg ruimte geeft om het er te laten zijn. En dat heeft ook een beetje te maken met hoe we worden opgevoed. Want ik hoorde dat vroeger ook altijd, ja, niet te hard praten, niet te druk doen. Niet dat middelpunt van die belangstelling zijn. En kindjes die vragen worden overgeslagen. En ja... Gewoon geen ruimte geven om je volle zelf, of niet de ruimte krijgen of nemen, wat het dan ook is, om je volste zelf te zijn. En wat nou als je gewoon daarmee start, dat wel mag? En dat je jezelf niet... je eigen energie niet dood hoeft te maken, weet je? Ja, maar dan komt er namelijk altijd net niks van. Ja, precies. Terwijl je er juist heel veel mee kunt. Ja, want nu ik het niet meer dood maak, kan ik heel veel mensen ermee helpen. Maar ik moet mezelf nog steeds wel eens zeggen, en ik heb ook niet de illusie dat dat ooit overgaat, omdat je leeft altijd in een contrastwereld. En dingen worden minder en dingen veranderen. Maar er zal ook altijd die kant van mij, die verslavingsgevoelige kant zijn, die voor wie het te veel is en die zich overspoeld voelt en die soms gewoon weg wil rennen en even de wereld uit wil zetten. Nou ja, dan mag ik dat voelen en dan mag ik dat ervaren, maar ik ga er niet meer naar handelen.
Ja. En het is echt gewoon op ieder gebied je levensenergie laten stromen. Gewoon ongeremd. Niks. Je hoeft niks te verstoppen. Je hoeft niks af te keuren van jezelf. Alles mag er zijn. Omarmd. Ja, precies. Niks is fout. Ook al hebben andere mensen dat tegen je gezegd. Ja. Zo herkenbaar. Ja, herkenbaar. Soms zo. Ik heb het een tijdje ook gehad dat ik moest mijn paspoort ophalen. Ik was gewoon zo verliefd op een missie en ik voelde zoveel energie. En weet je dat je echt gewoon alleen maar lachend op die fiets zit en dan kom je thuis en dan ga je, denk je, nu moet ik het allemaal opschrijven en dan ben je het ook kwijt, weet je wel? Ja. En dan tenminste. Dan blokkeer je en dan krijg je dus weer dat doodmaken van die, Ja, en dan laat het er even zijn en zelfs die frustratie mag er zijn. En dan ga je weer afstemmen op wat je echt wil. Ja. Ik wil dit echt delen en ik wil dit ongeremd delen en ik wil gewoon deze persoon zijn en dit is wat ik wil creëren. En dan komen er weer van die schuldgevoelens tussendoor en dan nee, maar, weet je, en dan weer... Ja. Ja. Ja, precies. Al die stemmetjes van iedereen. En eigenlijk zijn het alleen je eigen stemmen. Ja, grappig hè, hoe dat werkt. Blijf me daarover verbazen.